tegenstander Lienden, dat getraind wordt door oud-prof Hans van der Haar, boekte vorige week ook de eerste overwinning van het seizoen en heeft nu 1 punt meer dan HRC. Dit is de eerste kans van de wedstrijd voor Lukili. Hij stuit op doelman Jeffrey Brammer van HSC. De ploeg uit Haaksbergen is aanvallend onmachtig. Mist ook spitsen Raterink en Wielens. En dit is Freek Grondman. Moet even aan de noodrem trekken. Krijgt daarvoor geel van scheidsrechter Wiemer. En natuurlijk de vrije schop voor Lienden. Genomen door Uiterlo. Maar de spits van de thuisploeg mikt net iets te hoog. Lienden heeft thuis nog nooit van HRC gewonnen, maar is vandaag duidelijk de bovenliggende partij in de eerste helft. En hier weer een mogelijkheid voor Verhul. En weer een redding van Jeffrey Brammer. Het is aan de doelman van HRC te danken dat de ploeg uit Haaksbergen met 0-0 de rust in gaat. Dit is de tweede helft. Intezar. El Jebli. Wordt gestuit door Grondman. Die had in de eerste helft al geel gekregen van scheidsrechter Wiemer. En krijgt hier zijn tweede. Dus rood voor Freek Grondman. En dat al na 3 minuten in de tweede helft. HRC dus bijna een halve wedstrijd met een man minder. En dat terwijl het met 11-11 al lastig was voor de ploeg uit Haaksbergen. Bassoet krijgt de bal niet lekker weg namens HRC. En dan is het nu al 1-0. Een paar minuten na de rode kaart voor Grondman is het Rafael Uiterlo die Lienden op een verdiende 1-0 voorsprong zet. De spits wordt helemaal vrijgelaten en dan heeft zelfs Jeffrey Brammer geen antwoord meer. En dus is de ban gebroken voor Lienden. Goeie actie van Lukili op snelheid weg aan de rechterkant van het veld. Voor de goal is Verhul. Maar het wordt een hoekschop dankzij Leon van Dijk. Omdat hij een teenlengte tekort kwam. Het was al 1-richtingsverkeer en dat blijft het. Weer een goede mogelijkheid voor de thuisploeg en weer een goede redding van Jeffrey Brammer. Het zegt genoeg als de keeper de uitblinker is. Zo halverwege de tweede helft begint Lienden wat nonchalant, wat gemakzuchtig te worden. En zorgt ervoor dat HSC zwaar met 10 man beter in de wedstrijd komt. Leon van Dijk. Voor de goal Goorman. Krijgt de bal niet goed op zijn hoofd. En dan is er nog een kans voor Nieuwboer. Maar die staat in buitenspelpositie. Het zou volstrekt tegen de verhouding in zijn. Maar het had zomaar 1-1 kunnen worden. Nieuwboer. Balverlies. Weer ligt de verdediging van HRC helemaal open. En dan is daar de 2-0 voor Lienden. Gescoord door Abderrahim Lukili. Die zijn derde van het seizoen maakt. En de wedstrijd definitief lijkt te beslissen. Het gaat mis bij het balverlies van Nieuwboer. Op een plek waar dat niet mag. En met 1 simpel paasje is Lukili weggestuurd. En ditmaal weet hij wel Jeffrey Brammer te passeren. En hij beseft dat de wedstrijd nu definitief over is met 10-11 en 2-0 achter. Eddie Boerhoff, de trainer van HRC. Dit is een invaller. Ajag. Bal voor de voeten van Uiterlo. En weer Jeffrey Brammer. Hij staat een prima wedstrijd te keepen, maar je koopt er zo weinig voor als je 2-0 achter staat. Slotfase wedstrijd nog een hoekschop voor HRC. Een aardige kopkans voor Burak Bassoet. Lienden trekt nog een keer ten aanval. En weer ligt het open achterin bij HRC. Van Dijk geen overtreding, Brammer wel een overtreding. Nog een penalty in de slotfase en slechts geel voor de doelman van HRC. En daar mag hij niet over klagen, want dit had ook rood kunnen zijn. Maar de scheidsrechter is mild. Wel een strafschop uiteraard. En die wordt benut door Youssef El Jebli. En hij bepaalt de eindstand op 3-0. Lienden weet de overwinning van vorige week wel een vervolg te geven. HRC leidt weer een nederlaag. De derde inmiddels in 4 wedstrijden. En dat is niet de start die Eddie Boerhoff vooraf voor ogen had. Nou ja, ik vind dat je daarna 4 wedstrijden niet helemaal kunt inschatten. Ik denk dat je misschien 7 of 8 wedstrijden moet hebben gespeeld om helemaal een goed beeld te schetsen. Ik ben overtuigd wel van de kwaliteit van deze selectie. Geen enkele twijfel. Maar goed, je hebt wel kwaliteitsspelers nodig. Die mis je zeker vandaag even in aanvallend opzicht. Op het moment dat we die weer hebben, ben ik ervan overtuigd dat we een goed seizoen gaan draaien.